politie zoekt in Spanje naar de drie nog voortvluchtige hoofdverdachten in de ontvoeringszaak van bierbrouwer Heineken en zijn chauffeur Doderer. VVD-fractieleider Nijpels wil al in het komend voorjaar overleg over de ambtenarensalarissen in de jaren na 1984. Generaal Ershad heeft in Bangladesh, na een week van onlusten, veel van zijn politieke tegenstanders laten arresteren. Goedenavond, dames en heren. Amsterdamse rechercheurs zoeken in Spanje naar de drie nog voortvluchtige hoofdverdachten in de ontvoeringszaak van bierbrouwer Heineken en zijn chauffeur Doderer. In dit onderzoek, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Spaanse politie, is het enige aanknopingspunt voorlopig nog Fuengirola aan de Spaanse zuidkust. Hier staat de villa van een van de hoofdverdachten die op de dag van de bevrijding van Heineken en Doderer, eergisteren, op Schiphol werd gearresteerd. Het is goed mogelijk, zegt de politie, dat de ontvoerders met het losgeld eerst de wijk hebben genomen naar die villa in Fuengirola. Op de Spaanse televisie werden vanavond de foto's en persoonsbeschrijvingen van de drie voortvluchtige ontvoerders getoond. Bij de politie in Amsterdam zitten nu nog 9 verdachten vast voor verhoor. Vandaag zijn er 11 vrijgelaten. En vandaag ook hebben Heineken en Doderer zich voor het eerst na hun ontvoering weer in het openbaar vertoond. Voor Heineken's villa in Noordwijk lieten beide zich zichtbaar moe, maar blij, fotograferen en filmen. Mondelinge verklaringen werden niet of nauwelijks afgelegd, schriftelijke wel. Goedemorgen. De pers heeft alles en de televisieverslagen hebben we allemaal kunnen volgen. Hoe voelt u zich? We hebben de kranten allemaal kunnen volgen. En we zijn ontzettend blij dat iedereen zo met ons meegeleid heeft. Dat is alles wat we gezegd hebben. En verder voor de rest gaat alles goed. Even nog bij meneer Heineken. Finaalplaatje. Even nog samen. In zijn verklaring schrijft de heer Heineken dat er tijdens zijn 3 weken gevangenschap niet met de bewakers gesproken is. De communicatie verliep met behulp van briefjes of met gebarentaal. Het politieonderzoek in de loods zal nog zeker enkele dagen in beslag nemen. Vanmiddag werd toestemming gegeven voor het maken van enkele filmbeelden. Toen de politiemensen woensdagmorgen vroeg de loods binnenkwamen, stuitten zij op deze blinde houten wand. Een deur is niet te zien. Een politieman kwam er met behulp van klopsignalen achter dat dit deel holler klonk dan de rest, waarna de geheime toegang ontdekt werd. Daarachter bevindt zich de ruimte met de 2 cellen. Oppervlakte van 1 cel, ongeveer 2 bij 3 meter. Hier kwam de ketting uit de muur, met daaraan vast de handboei. Heineken schrijft in zijn persverklaring: met mijn linkerhand zat ik vastgebonden, zodat mijn bewegingsvrijheid bijna nihil was. Om die reden kon ik maar op 1 zij of op mijn rug slapen. Een enkele keer was er wel eens een emmer met vers water, zo vervolgt hij, waarmee ik mij zo goed en zo kwaad als het ging kon wassen. Mijn haren kamde ik met een plastic vorkje. Het eten bestond uit 4 boterhammen in de ochtend en 's avonds warm eten. Chauffeur Doderer schrijft: op een goed moment ging mijn celdeur geheel open en zag ik de heer Heineken, terwijl ik niet wist dat hij in de buurt zat, aldus de verklaring. 4 dagen hebben beiden niet geweten in elkaars nabijheid te zijn. Heineken wist zelfs niet dat zijn chauffeur ook ontvoerd was. De cellen die maanden geleden gebouwd moeten zijn, hadden muren van 40 centimeter dik en zijn geheel geluiddicht. Uit deze luidspreker kwam 24 uur per dag muziek van Radio Caroline. Een paar oude boeken zorgden voor wat afwisseling. Het dak van de cellen is voorzien van een ventilatiesysteem en 2 luchtpijpen voor het geval die luchtverversing zou uitvallen.
Toen het losgeld maandagmorgen betaald was, mochten Heineken en Dodderer eten bestellen. Er werd om Chinees eten gevraagd. Die vraag blijkt later belangrijk bij de opsporing van de daders, omdat de politie, door het afleveren van 2 porties Chinees eten in de loods, de zekerheid kreeg op het juiste spoor te zijn. Slotopmerking van Dodderer: ik bestelde een portie Chinees eten, maar het was niet zo lekker als bij mijn vaste restaurant. VVD-fractieleider Nijpels wil dat voortaan al in het voorjaar vaststaat welke financiële ruimte er voor de ambtenaren beschikbaar is. Op die manier kan worden voorkomen dat de ambtenaren zich de sluitpost van de begroting voelen. Op een algemene ledenvergadering van de VVD deed fractievoorzitter Nijpels vanavond zijn suggestie voor een nieuwe overlegstructuur met de ambtenarenorganisaties. Ook de bonden pleiten voor een nieuwe structuur, omdat nu pas in het najaar, dus na Prinsjesdag, over de salarissen van het jaar erna wordt gesproken. Dan is eigenlijk de begroting al vastgesteld en valt er weinig te onderhandelen. Nijpels is het met die kritiek eens. Ook het CDA en minister Rietkerk willen het overleg met de ambtenaren verbeteren. Op het congres lanceerde Nijpels het volgende plan. Het voorstel dat de VVD daarvoor vanavond op tafel legt, de suggestie die wij meegeven aan het kabinet om het mogelijk te maken in de jaren 85 en 86 wel tot overeenstemming te komen met die organisaties, is dat het kabinet in de toekomst, in het voorjaar, dus ver voor de zomer, aan de Kamer een voorstel doet ten aanzien van het voorlopige budget dat gemoeid is met de uitgaven voor ambtenaren. Dat de Kamer, de Tweede Kamer, over dat voorstel van de regering nog voor de zomer een voorlopig oordeel geeft. Dat vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken met de ambtenarenorganisaties rond de tafel kan gaan zitten, nog voor Prinsjesdag, en dat met die ambtenarenorganisaties kan worden gesproken over de hoogte van de salarissen, over het aantal ambtenaren, over de bijkomende arbeidsvoorwaarden, de pensionering, ziektekostenregelingen, het wachtgeld en alles wat daarmee samenhangt. Het ziet er naar uit dat de acties van ambtenaren en trendvolgers volgende week zullen eindigen. Op een aantal vergaderingen van de ambtenarenbonden en de bonden in het openbaar vervoer zal bijna zeker de komende dagen worden besloten dat verdere acties geen zin meer hebben. Vandaag al is besloten te stoppen met de stiptheidsacties bij douane en belastingdienst, en ook de Amsterdamse reinigingsdienst zal weer aan het werk gaan. In Nicaragua is een amnestie afgekondigd voor enkele honderden Miskito-indianen die in de gevangenis zitten wegens daden van verzet. Deze aankondiging volgde op een reeks van verzoenende gebaren die door het Sandinistenbewind zijn gemaakt sinds Nicaragua zich bedreigd voelt door een invasie door Amerika. De Sandinistische leiders kondigden de amnestie voor de Miskito-indianen gisteravond aan op een bijeenkomst in de hoofdstad Managua. De Miskito-indianen zijn hard aangepakt toen ze niet wilden meewerken aan maatregelen van het Sandinistisch bewind. 13.000 van hen vluchtten naar het buurland Honduras en sloten zich daaraan bij de guerrilla tegen de Sandinisten. De aankondiging van de amnestie werd met applaus begroet. Eerder al hadden de Sandinisten verzoenende gebaren gemaakt aan het adres van de Rooms-Katholieke Kerk en andere groepen in het binnenland die kritisch staan tegenover het bewind. En als tegemoetkoming tegenover Amerika zijn ze begonnen militaire adviseurs uit Cuba naar huis te sturen. Van de kant van Amerika wordt nu geprobeerd een gesprek op gang te brengen tussen de Sandinisten en de zogenoemde Contras, dat zijn de guerrilla-organisaties die sinds het voorjaar met steun van Amerika invallen uitvoeren vanuit de buurlanden. De speciale afgezant van president Reagan voor Midden-Amerika, Richard Stone, had gisteren in Panama een ontmoeting met de leiders van die anti-Sandinistische organisaties. Zij boden aan hun guerrilla op te geven in ruil voor vrije verkiezingen en vroegen Stone daarover contact te leggen met het Sandinistisch bewind. They now take the position that they are prepared to have dialogue with the Sandinistas respecting the end of fighting in return for complete and proper and full democratization in Nicaragua. Stone zei niet hoe hij nu zal proberen contact op te nemen met het Sandinistisch bewind. De leider daarvan, Daniel Ortega, heeft vanavond herhaald dat de Sandinisten nooit een dialoog zullen aangaan met de Contras die veel aanhangers van de voormalige dictator Somoza in hun gelederen hebben.
Massale arrestaties in Bangladesh. In dat land hebben politie en militairen vandaag zeker 630 mensen gearresteerd. Een arrestatiegolf volgend op een week van hevige onlusten in heel het land, ook in de hoofdstad Dhaka. Bij de gevechten hier en in de havenstad Chittagong kwamen 6 mensen om het leven en raakten meer dan 500 gewond. Aanleiding voor de rellen, het bewind van luitenant-generaal Mohammed Ershad, die sinds een coup in maart 1982 in het zadel zit. Ershad heeft al maanden de staat van beleg afgekondigd en de oppositie verwijt hem de absolute macht te willen behouden, ondanks zijn belofte om van Bangladesh een democratie te maken. Veel vernielingen ook in Bangladesh. De beschade bedraagt nu al 48 miljoen gulden. Onder de arrestanten vandaag ook verschillende politieke leiders van de oppositie. En ook werden er gewezen topmilitairen opgepakt. Er is een dringende behoefte aan een visie van de overheid op de vrije tijdsbesteding. Dat was het thema van een studiedag in Den Haag van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Op het congres bleek wel dat het vooral de samenleving zelf zal moeten zijn die met ideeën komt voor een andere tijdsbesteding en indeling. Althans wat staatssecretaris Van der Rijden betreft. Overheid, beleid op het terrein van de vrije tijd zal vooral aanvullend moeten zijn op het bestaande aanbod vanuit de samenleving zelf. De marktsector daarbij inbegrepen. De plaats van het werk en dus ook van de vrije tijd in het leven van mensen verandert zo snel dat men zich moet voorbereiden op een totaal andere verdeling en invulling van de tijd, aldus het congres. Factoren als de zo sterk toegenomen werkloosheid, de FUT-regeling en het steeds groeien van het aantal bejaarden spelen daarbij een grote rol. Ook de arbeidstijdverkorting voor velen, in de vorm van bijvoorbeeld roostervrije dagen, heeft invloed. Oud-minister Albeda was er ook vanmorgen. Je kunt zeggen dat vroeger je hele leven om het werk heen gebouwd was. Dat was ook het enige wat zin en richting gaf aan je leven. Op dit moment zie je steeds meer mensen die in elk geval een deel van de zin van het leven en een mogelijkheid tot ontplooiing zien buiten het werk in datgene wat ze doen in de vrije tijd. Hoe die mentaliteitsverandering tot werkelijkheid te maken is de grote vraag. De bedoeling van het ministerie van WVC vandaag was vooral de aandacht te vragen voor iets waarvan nooit iemand had gedacht dat het zo'n volksprobleem zou kunnen worden, de besteding van de vrije tijd. Het nieuwsoverzicht nu. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er bij UCN in Almelo geen uranium meer uit Namibië wordt verrijkt. Dat blijkt uit reacties op een VN-resolutie die gisteren is aangenomen en die oproept tot bindende sancties tegen Zuid-Afrika, zolang dat land de onafhankelijkheid van Namibië blijft blokkeren. Tot nu toe heeft de Nederlandse regering geen stappen ondernomen tegen het gebruik van uranium uit Namibië. Maar behalve de Partij van de Arbeid wil nu ook het CDA dat er een einde aan komt. De West-Duitse minister van Economische Zaken Lambsdorff, hier rechts op de foto, kan worden vervolgd wegens het aannemen van smeergeld van een bouwconcern. Vanmorgen heeft de Bondsdag gestemd over de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid. Lambsdorff zelf stemde ook voor de opheffing van die onschendbaarheid. Op een congres vandaag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd duidelijk dat het instandhouden van kleuter- en lagere scholen voor gemeenten langzamerhand onbetaalbaar wordt. Dat komt door een te lage bijdrage van de Rijksoverheid. Bovendien zijn de gemeenten bang dat door de geldnood de invoering van de nieuwe basisschool onmogelijk wordt. Zoals u gewend bent op vrijdagavond in deze uitzending de uitgebreide weersverwachting voor het komende weekeinde. En die hoort u nu van weerkundige Han Mellink. Goedenavond. Deze week is het eindelijk een beetje winter geworden in ons land. 'S Nachts matige vorst, overdag temperaturen die nauwelijks meer boven het vriespunt uitkomen. De vraag is nu natuurlijk, is dit het begin van een echte vorstperiode? Nou, waarschijnlijk niet. Het komend weekend kan het nog wel koud zijn, maar begin volgende week zal de temperatuur toch gaan oplopen. De kou waar we nu in zitten hebben we te danken aan een Scandinavisch hoge drukgebied. Inmiddels is dat verhuisd naar Polen. En dat het hoge drukcentrum dicht in de buurt van ons land ligt, dat is te merken aan de barometer. In het hele land staat de barometer nu op 1040 millibar, dat is 780 millimeter. Dit is het hoge drukgebied dat uit Scandinavië is gekomen. Geleidelijk aan gaat het nog wat verder naar het zuiden
En dan kan deze bewolking, die we trouwens ook vandaag al boven ons land zagen zitten, nog wat dichterbij komen. Het blijft dit weekend overigens wel droog. Komende nacht in het algemeen matige vorst, een graad of 5, 6. Overdag weer temperaturen die maar net iets boven het vriespunt uitkomen. Een zuid- tot zuidoostenwind. En die wind kan in het Waddengebied zo nu dan vrij krachtig zijn. Verder wat wolkenvelden, maar toch ook zon. En zeker in het zuiden van het land flinke zonnige periode. Zondag krijgen we dan meer bewolking. Maar ook dan zijn er ongetwijfeld nog plaatsen waar de zon zal schijnen. En in de nacht van zaterdag op zondag een graad of 3, 4 vorst. Zondag overdag blijft het dan in het binnenland zeker nog aan de koude kant. Alleen aan de kust, waar de wind geleidelijk aan naar het zuidwesten gaat draaien, daar kan de temperatuur zondag toch al wat gaan oplopen. Een vrij koud weekende dus. Komende nacht matige vorst, de nacht daarna lichte vorst. En verder een droog weekend, ook met wat zon, een beetje afhankelijk van de plaats waar u in het land zit. En dan na het weekend een stijging van temperatuur. De echte schaatsliefhebbers zullen dus nog even geduld moeten hebben. Prettig weekend. En daarmee eindigt deze journaaluitzending. Dames en heren, goedenavond.